Zaterdag 14 mei wordt de Kartini-prijs weer uitgereikt. Een gemeentelijke emancipatieprijs die uitgereikt wordt aan een persoon, een initiatief of een organisatie die een bijdrage levert aan een gelijkwaardige participatie en positie van vrouwen ten opzichte van mannen. Voor de Kartini-prijs zijn er 3 genomineerden. Ik ga bij ze langs, want wie zijn zij en vooral ook waarom zijn zij genomineerd voor de Kartini-prijs 2022? Ik ben Moska Maksoudi. Oorspronkelijk kom ik uit Afghanistan, ben nu 20 jaar in Nederland. Ik werk als participatiemedewerker in buurtcentrum De Mussen. Daar doe ik heel veel dingen met vrouwen. Daarnaast ben ik meer dan 13 jaar vrijwilliger bij Stichting Mooi, tegenwoordig heet dat Wijks. Uit 16 voordrachten is Moska genomineerd voor de Kartini-prijs, maar waarom is zij genomineerd? Ik denk dat ik genomineerd ben omdat ik door mijn werk en ook door mijn vrijwilligerswerk veel doe om de positie van vrouwen in Den Haag te versterken, de vrouwen te empoweren en ook het proces van bewustwording op gang te brengen. Soms doen wij dingen, maar we zijn niet bewust van heel veel mogelijkheden om ons heen. Ik denk dat ik daarin een rol speel om de vrouwen bewuster te maken dat er veel is. En dat als ze zelfstandig zijn, dat ze veel kunnen bereiken in hun leven. Dat is heel inspirerend. En wat vindt Moska van haar nominatie? Oh, ik vind het een eer. Ik vind het super, super dat ik tussen al die power vrouwen en mensen die zich inzetten voor de positie van de vrouwen, dat ik een van de kandidaten ben die in top 3 is gekozen. Dus dat is voor mij al een prijs op zich. Wil je mensen of organisaties ontmoeten die zich inzetten voor vrouwenemancipatie? Dan sluit je dan aan bij de Facebookgroep van het Haags Emancipatienetwerk. Samen gaan we aan de slag voor vrouwen in Den Haag.